Nou, dit is het allereerste boek wat ik heb gelezen, Het Achterhuis van Anne Frank. En het is best wel bijzonder, want we zijn nu ook bij het Achterhuis. Dat zit hier om de hoek. Bijna iedereen kent het verhaal wel, maar niet iedereen heeft het boek gelezen. En ik was er daar eentje van. Ik vond het ontroerend, ik vond het bijzonder, best wel heftig ook, maar wel makkelijk om te lezen omdat het is geschreven door een tienermeisje. Ik denk dat dit een boek is wat iedereen zou moeten lezen, dus het is zeker een aanrader.